mooie kleur uitzoeken. Ecru met blauw, dat worden de lopers. Ecru met blauw. Dan ga ik een mooie schering maken. Ja. Ja, dat is een beetje kijken. Ik ben nu op 25. Ik moet het eerst afknopen, anders raak het in de war. Dan wordt het een puinhoop. Dan komt op een weefgetouw, dan pakken we de evenaar. De draadjes er aan afhalen. Dan leggen we die draadjes bij elkaar. We zijn nu gescheringen aan het opzetten. En als we daarmee klaar zijn, gaan we opbomen. Ik ben die lussen er aan het opdoen. En dan gaan we straks doorrijgen. Ik kan dit niet zo snel, want ik vergeet de helft nog. Joost aan het doorrijgen. Ik begin nu in aan het rijgen. Ik ben nu 1, 2, 3, 4 aan het doen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan ga ik door het riet. Het komt op hetzelfde neer om door het riet te gaan. Het komt op hetzelfde neer. Het is best ingewikkeld, maar het is een kwestie van opletten. 2, 4, 6, 8, 10. Alle draadjes door het riet aan doen. Dan het is opletten geblazen. En nou wordt het vastgebonden. En daarna weven. Ik ben aan het weven en ik maak een lopen. En ga ik heen en weer, heen en weer. Dan gaat hij heen en weer. Nou, wat zullen we nou hebben, jongens? Ik ga plezier naar mijn werk. Ben zo trots op mijn werk. Oh nee. Zo, dit is klaar. Ja, dat wordt heel mooi, want hij is 12 meter. Ik ben aan het knippen, want ik ben een draadje eruit aan het halen. Want dan kan ik heel goed secuur op de lijn knippen. Dan trek ik het draadje even eruit. Zolang als de lengte van de tafel is die loper. Mensen. Ik ga lopers lokken en later ga ik ze omzomen. Er komt een labeltje in en ga ik hem strijken, ga ik hem heel mooi opvouwen. Dan gaan die in de winkel. De ene persoon breidt, de ene persoon naait, de ene persoon weeft en de ene persoon die gaat door het riet. Die gaat naaien. Een heleboel mensen.